Hallo en what's up beste kijkers, welkom terug bij het kanaal van MeesterStormtroopSijzer en mijn nieuwe playthrough van The Last of Us Part 2. We zijn gebleven met Ellie in de wijk Hillcrest, aan de buitenkant van Seattle. We hebben Dina veilig achtergelaten in het theater terwijl we op zoek gaan naar Tommy, die in zijn eentje blijkbaar een hele hoop ravage heeft aangericht bij het WLF. En we moeten hem zo snel mogelijk vinden, zodat we hem naar Dina kunnen brengen en we met z'n allen weg kunnen uit dit heloord. Het probleem is dat er waarschijnlijk een hoop scars in dat gebied zijn en we moeten nog gaan ontdekken hoe gevaarlijk deze werkelijk zijn. Dit is de eerste missie die echt letterlijk niet op Ellie's wraak is gericht. Niet op Abby of een van haar vrienden. Owen is om een of andere vage reden AWOL gegaan. Maar dat is nu niet meer de focus. Alright. Let's go. How do I get up there? Shit. There's too many of these assholes. Pleurisleiers. Hold on, Tommy. Ik ben echt blij dat haar focus nu voor het eerst echt op haar dierbare ligt en niet meer op haar wraak. Het probleem is dat Tommy net zo gefocust daarop is als zij. Dus wat zal er gebeuren als ze hem tegenkomt? Kan ze hem zover krijgen terug te gaan? Antiekzaak. Of iets dergelijks. In ieder geval iemand die gesteld was op oude spulletjes. Boris, wolven hebben ingebroken in het hoofdkwartier van Fedra en ze hebben de roosters gevonden. Ik heb gehoord dat ze alle huizen langs gaan op zoek naar soldaten. Ik wil niet worden geëxecuteerd in mijn eigen stad. Als de storm is gaan liggen, wil ik terugkomen met een nieuwe naam. Ik kon Elfie niet vinden. Ik zal zijn voer op de veranda aan de achterkant neerleggen. Mocht ik niet terugkomen, aai hem dan maar voor mij. Hij was altijd dol op jou en Sophia. Yolanda. Oké. Dus een soldaat die de stad ontvluchtte. En die Boris, in dat huis waar ik de tekening vond, bleek ook nog een trofee te liggen. Dat heb ik helaas niet opgenomen. Maar de boogschutter op die tekening, die heette Boris Legasov. En hij was dus bevriend met deze Yolanda. En zijn dochtertje, dat moest dus Sophia zijn. Oké, nu is de vraag. Waar moet ik precies heen? Als ik het goed heb, zijn er twee wegen naar Barneveld. Eén is deze kant op. En de tweede is die kant. Fuck de WLF. In de Hillcrest-wijk woont blijkbaar geen mensen die veel op hadden met deze factie. misschien vinden we hier ook mensen die ons in ieder geval niet meteen dood willen, als die het nog overleefd hebben. In ieder geval scars waarschijnlijk. Son of a bitch. Ugh, gross. Oh, nice. Dat kan ik goed gebruiken. Helemaal top.
Oké. Er zijn twee wegen. Ik ga eerst die proberen aan de zijkant. Heb ik nog niet eerder verkend, volgens mij. Wat zou dit voor een plek zijn? Oké. Briefje. Boris, wat hebben we ons op de hals gehaald? De wolven zouden alles beter maken. Het leger nam alle voorraden in, bepaalde wat we mochten zeggen en dicteerde wat we moesten doen. En tot nu toe doen de wolven precies hetzelfde. En nu hebben ze het erover dat ze iedereen naar het stadion willen verplaatsen. Wat? Ik ben in deze stad opgegroeid. Ik heb de uitbraak hier overleefd. Ik ga echt niet naar een of ander vluchtelingenkamp waar zo'n klootzak me gaat voorschrijven wanneer ik mijn kont mag afvegen. Dit is mijn thuis. We moeten een plan verzinnen. We kunnen ons hier niet bij neerleggen. Uli. Oké, Boris was dus een soort van autoriteit in Hillcrest. In ieder geval wat zijn boogschutters talent betrof tegen klikkers. Maar of hij nou op de hand was van de WLF of niet. Bij sommigen was het in ieder geval niet populair. Oké, dit ziet eruit als een halve battleground. Oppassen. Oh, fuck, honden. Oh, god. Oh, shit. Honden, die kunnen me ruiken. Dus ik moet zorgen dat ik hier wegkom voor hij mijn geurspoor helemaal oppikt. Ah, man. Echt, Naughty Dog, die heeft het wel even een stuk intenser gemaakt zo. Oké, ik mag die hond niet dichtbij laten komen. Want dan pikt hij mijn geurspoor weer op. Dus we moeten hier echt doorheen sneaken en zo goed mogelijk. Which is not fun. Het wemelt hier van de WLF's. Ik kan de ruiten ook niet even intikken. Shit. Ah, shit, 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 shit. Shit. De rotbeesten. Whoa.
Ah, shit. Oh, fuck. Sidori, rotbeest, echt waar. Oké, okay, het is volgens mij dwars door alle winkels heen. So keep going very carefully. Daar, daar, die deur, die moet ik hebben. Wow, oh shit. Oké, okay. Wegwezen hier. Shit. Man, ik had te lage health om die hond te lijf te gaan. Maar zo zie je dus maar weer. Je kunt die honden dus vermoorden. Er is ook een optie in het spel dat je dat niet hoeft te doen voor de dierenliefhebbers onder ons. Maar die honden zijn echt zo vicious as fuck dat ik daar niet echt een probleem mee heb. Ik hou zelf überhaupt niet van honden, maar dat heeft hier niks mee te maken. Son of a bitch. Oké. Okay. Die ga ik even met een stealth kill doen. Er is nog een interessante. What was that? We'll see what that was. Go boy. En voilà. Oké. Okay. Oh shit. Holy fuck! We're under attack! I think it came from that direction! We got company! Sweep the whole goddamn street! Shit. Ah, shit. Harris. Hey, come closer. Fucking look me in the eye. Zoals je wilt, makker. You fucked me up.
Oké. We konden het ook kiezen om zijn kop er gewoon af te knallen. Maar... Zo... Ik ben persoonlijk niet zo. Oef. Dat heeft wel even... Oké, dat was intens. En hier heeft Tommy dus ook mee te dealen. Echt dat hij zo ver gekomen is in zijn eentje. Dat krijg je als je opgegroeid bent met Joel. Denk het niet, we hebben ze allemaal uitgeschakeld. Eens even zien. Dat is een heel steile klimop. Dus zodra hij staat, moet ik er snel bovenop klimmen. Ja, oké. Nice. Oude fietsenmakerij. Als ik het goed heb. Nog een briefje aan Boris. Ja, Boris, het spijt me ontzettend. Wat die wolven met Sophia hebben gedaan was vreselijk. Ik voel me een beetje verantwoordelijk. Ik heb de stad opgejut om in opstand te komen tegen de wolven. Toen ze hun regels overspoot met graffiti, heb ik er niet alles aan gedaan om haar tegen te houden. Ik heb het voor je verborgen gehouden. Ik dacht dat ze wel zou ophouden. Ik weet dat je wraak wilt nemen op de wolven. Geloof me, dat zou ik zelf ook willen. Maar dat kan niet. Niet nu. We moeten verstandig zijn. Laat het even rusten. Mensen kijken naar jou en hoe je hierop reageert. Je was een leider na de uitbraak. Ik wil dat je weer een leider bent. Onze inspanningen mogen niet te vergeefs zijn. Uli. Oké, dus die graffiti op die winkel die we zagen, dat was dus gedaan door Boris, zijn dochtertje Sophia. En de wolven hebben haar waarschijnlijk beestachtig vermoord om die uiting van verzet. En Boris heeft nu, net als wij, door Abby's daad een onoverkomelijke honger naar wraak. Omdat zijn kind van hem is afgenomen. En Uli waarschuwt hem dat hij daar niet aan moet toegeven. Ik hoop dat Boris zijn hersens gebruikt heeft. Grote kans van niet. Oké, nice. We kunnen de shotgun beteren qua stabiliteit. Let's do that. Alright, nice. Chille handgreep. Ik vind grijs een stuk beter op dat shotgun dan bruin. Niemand. Zou dit Uli's huis zijn geweest? Was hij een simpele fietsenmaker?
Echt best wel cool. Deze game die heeft ontzettend veel plaatsen erin gestopt die in de eerste game achterwege werden gelaten. Maar omdat het ook letterlijk zo'n enorme stad is, kun je al die verschillende locaties er makkelijk in kwijt. Kom me maar halen, klootzakken. Zou dat Boris zijn? Not sure. Ja, dit is al lang leeg geroofd. Dacht ik iets hoorde. Oh ja, ja, ik hoor het wel degelijk. Volgens mij zitten daar geïnfecteerden. So let's take a shotgun. Shit. Shamblers. Oh boy, that's worse. That's definitely worse. Ik heb 2 molotovs, dus dat moet lukken. En een shotgun shell. Laat ik... Ik weet niet, zal ik de confrontatie vermijden? Ik denk dat het makkelijker is om ze gewoon uit de weg te ruimen. Maar dan moeten we slim aanpakken. Oh boy. Those motherfuckers give me the creeps. Er zijn er 2. Ik moet zorgen dat ik ze... Ja, bingo. Oké, kom maar jongens, kom maar. Shit, shit! Oh my god, shit! Gotcha! Oh shit! Ah! Fuck! Verkeerde wapen. Yes! Oké. Goed onthouden. Zelfs als je ze gedood hebt, exploderen ze nog. Sons of bitches. Done. Daar zijn we in ieder geval vanaf. That smell. I hate shamblers. Ik haat geïnfecteerde period. Holy shit. Die is hier echt flink begroeid. Ze moeten hier al een hele tijd zitten. Ik vraag me af, bij klikkers duurt het jaren voor ze dat worden, bij bloders nog langer. Hoe lang zouden shamblers nodig hebben? Ugh. Oh, damn ugly motherfuckers. Oké. Het kan nog wel even. Nice. Oude peuterspeelzaal of zoiets ergens. Kinderbiep. Oh man. Outdoor sportsman. In dit nummer 15 jachtgeweervizieren beoordeeld. 10 dingen die je moet weten voordat je een hert vilt. Koop je zager, zo vind je scherpe deals voor messen, camera's, nachtzichtbrillen en meer. Eh?
En heb een nieuwe branch. Oké, maar heb nog te weinig pillen voor dat. Maar die tak is dus gericht op nauwkeurigheid. Daar kan ik wel wat van gebruiken. Shit, infected. Dat kan er ook nog wel bij. Deze stad is echt de ergste plaats die ik ben tegengekomen in dit universum. Like, seriously. Alright. Uli, je weet dat ons hart altijd bij Hillcrest zal liggen, maar na de dood van Sophia hebben we besloten om samen met de anderen naar het stadion te gaan. We moeten aan onze kinderen denken. De Brandmans. PS, ik heb Boris een paar uur geleden nog gezien. We hebben geprobeerd met hem te praten, maar hij was niet helemaal helder. Alsjeblieft, praat met hem. Ik hoop dat jullie ook komen. Oké, dus de vrede toorn van de WLF die liet sommige van deze mensen eieren voor hun geld kiezen. Alleen Boris en Uli die waren nog over. Oh crap. Oh fuck. Son of a bitch. Oh crap. Oh crap. Oh my god, what the hell? Oké. Oké, slecht nieuws. Shit. Oké, keep focused. Get up that hill. God, dit is intens. Echt. We zijn nog niet eens bij Tommy en... Oh. Wederom waarom deze game zo briljant is. Het is gewoon non-stop adrenaline. En die muziek ook van McQuail. Awesome. Oh fuck. Fuck. Bring it. Shit, is dan een chamber. Oh fuck, fuck. Shit, 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 ow! Get the fuck out of here. Yes, okay. Okay, dat waren ze. Fuck, ik had niet verwacht een Shambler hier nog tegen te komen. Klimaat is uitermate geschikt voor ze, blijkbaar. Uli, het was Boris. Ik zag hoe hij die WF-patrouille afknalde bij een busje. Jezus, ik snap het wel. Ze hebben zijn dochter vermoord, maar dat betekent ons doodvonnis. We kunnen maar één ding doen, hem uitleveren. Ik weet dat hij je vriend is, maar als die wolven dat meisje hebben doodgeschoten vanwege wat graffiti, moet je je voorstellen wat ze met ons zullen doen als ze weten dat wij de moordenaar van drie van hem beschermen. Kom na de avondklok naar de gebruikelijke plek. X. Oh man, Boris die ging echt helemaal dronken van bloeddorst en de wolven die sloegen net zo hard terug. Maar dit is dus waar de game om draait. A cycle of violence die gewoon niet ophoudt als die eenmaal in gang is gezet. Tenzij één van de partijen bereid is weg te lopen.
Wat overduidelijk niet gebeurde. Oké, let's go. En Abby die heeft net zo goed een cycle van violence in gang gezet door Joel te doden. En wij zijn bezig aan de volgende stap in die cirkel. Althans, dat waren we. Ik hoop dat met Tommy redden dit kan ophouden. Niemand. Yo, als Deal langskomt zal hij om de combinatie van de kluis vragen, maar loop zelf maar even naar de garage om hem in te voeren. Anders komt hij je nog 8 keer lastigvallen. De combinatie is 30-82-65. Iemand moet met zijn vrouw gaan praten. Ik weet dat ze zich vastbijten in de gedachte dat hij weer beter wordt, maar het is tijd om praktisch te denken. Ik heb gehoord dat de WLF echte artsen op de basis heeft. Niemand zou het haar kwalijk nemen als ze wegging. Behalve Boris, maar die kan doodvallen. Oh man. Hoe ver die man is afgezakt. Ik heb die man nooit ontmoet. Ik heb hem alleen maar gezien op een tekening. Maar louter uit die brieven wordt het echt een heel complex en tragisch karakter. Wederom een briljant aspect aan deze game. Die epistolaire verhaalvertelling. Voor degene van jullie die niet weten wat epistolair is, dat betekent door brieven. Oké, even kijken. Ah, ik heb genoeg pillen. Beweeg sneller tijdens het richten. Oké, dat is mooi. Oké, nog even verder. Ik wil zeker weten dat ik alle huizen hier heb gehad. Er is nog 1 te gaan. Ah, shit. Nou ja, het is er maar 1. Die hebben we makkelijk uitgeschakeld. Oude dameskapsalon. Oh my shit. Oké. Dat is een hele groep. Even kijken. Ik heb een molotov. Of nee, nog beter. Ik heb een mijn. Dat werkt beter. Leg deze hier neer. Alright. Boosh. Iemand heeft die groep daarin opgesloten en ze hebben elkaar geïnfecteerd. Jesus Christ, ik heb hun halve ledematen eraf geblazen hiermee. Oké, 30, 62, 85. 30, 82, 65, oké. Had mij nog goed. Oh, nice. Een extra holster. That's good.
Alright, sweet. Dat maakt het stukken makkelijker. Jezus. Ze zaten hier inderdaad heel lang. Het verbaast me dat ze nog geen klikkers zijn geworden. Eén ding zeker, geen gebrek aan spullen in Hillcrest. Alright. Well, well, well. Scars? Of Tommy? Ik heb Tommy nooit met een boog om zien gaan. Of zou het Boris zijn? Als die nog... Ik denk niet dat het hem uitmaakt als hij zoveel opschudding veroorzaakt. Shit. Ah, oh, crap. Heb geen geluiddemper om ze even af te knallen, dus dit wordt moeilijker. Hoeveel zijn het er? Oké, we doen hem eerst wel. Voilà. Oh, come on. Shit. Man, dit zijn echt de suburbs. Doet me wel denken aan Pittsburgh enigszins en aan Bilstad. Een beetje een mix van allebei. Niets. Herfstactie. Deze aanbiedingen mag je niet missen. Kom vandaag naar Rosemont. Bedankt, maar nee, bedankt. Hebben we wel iets anders aan ons hoofd? Ik hoor iets. Ik denk dat ik een runner hoor, maar... Ik weet niet waar. Yolanda, het spijt me. Ik kan helaas niet meer voor Alfie zorgen. Je had gelijk over de wolven. Ze zijn erger dan het leger. Ik had niet verwacht dat onze hele buurt zo verdeeld zou raken. Ze hebben allemaal gezien wat die wolven met mijn arme Sophia hebben gedaan. En wat wilden ze doen om haar te wreken? Zich stilhouden? Ik verdien wolvenbloed. Ze hadden aan mijn kant moeten staan, maar in plaats daarvan spannen ze samen tegen mij. Dus ik heb als eerste toegeslagen. Oh, Christ. Ik heb ze één voor één vergiftigd. Niet dodelijk, maar genoeg om ze te laten slapen.
Toen heb ik ze in een garage vol sporen ingesleept. Uli werd wakker. We vochten. Ik heb hem daar opgesloten, maar hij beet me. Die verraders mogen elkaar zien veranderen. Ze mogen lijden. Ik hoop dat ze aan me denken als ze hun verstand verliezen. Bij mij is het al zover. Het zal nu niet lang meer duren. Ik hoop dat je ergens buiten dit klote gat rust vindt. Ik hoop niet dat je terugkomt en dit allemaal moet zien. Maar als dat wel zo is, dan spijt me dat. Boris. Mijn god, die man was gestoord. Hij raakte uiteindelijk zo verdronken in zijn eigen bloeddorst dat hij zijn buren, die inderdaad tegen hem samenspanden, dat hij ze uitschakelde en ze dus in die garage stopte waar we waren en waar we dus die groep geïnfecteerden zagen. Dat waren dus zijn buren. En hij is zelf ook geïnfecteerd geraakt. God, zo zie je dus waar wraak en die cyclus van geweld toe leidt tot niets goeds. Het heeft alleen maar meer lijden veroorzaakt. Wat zou Sophia zeggen als ze haar vader zag? Like, Jesus Christ. Oké, je kunt rookbommen maken. That's good. Zou dit het huis zijn van Boris? Not sure. Als dat zo is. Oh boy. Oh! Oh my god! Het is hem! Son of a bitch! Ah. Dus dat is Boris. Godsamme man, wat heb je jezelf aangedaan? Boog, die doet jou nu toch niet veel goeds meer. Ah, daar kan Ellie wel wat mee. Ja, dat zal doen. Oeh, nice. We kunnen pijlen craften. Top. Oké. Okay. Ook een handig stealthwapen. Voor als we geen silencers meer hebben. Echt, ik ben beter bevoorraad dan ooit momenteel. Which is good. Ik heb het gevoel dat we dat hard nodig gaan hebben. Oh, nice. Het was zijn... Dit was zijn schietbaan. Kunnen we mooi even oefenen? Oké. Okay. Eens kijken of ik het nog een beetje in de vingers heb. Ah, shit. Close. Oké. Moet een beetje dichterbij staan voor dat. Alright. Jammer. Oké. Nu deze. Ah, crap. Oké. Hoe verder weg je staat, hoe inaccurater het is waar je richt. Maar bij boogschieten moet je sowieso een beetje anders richten dan waar je denkt dat je op schiet. Oh, fuck.
girl. Did you see her? No, the fucking guy is nearby. Oh, shit. We're looking for two. The fuck's all that smoke? He blew up one of our trucks. How'd you let that happen? Wow. Just find them. I want those fucking trespassers. Okay, eens kijken hoe bruikbaar dit is. Oké, top. Waar ze ook aan gedacht hebben, als je de eigenaar doodt zonder de hond te alarmeren, dan gaan ze janken, bedroefd, en blijven ze bij dat lijk rondhangen. Wat echt... That's pretty creepy. En realistisch. Oh man. Dus wederom een voorbeeld van hoe je acties echt consequenties hebben. Als er spullen zijn, dan moet ik die rothond helaas uit de weg ruimen. Shit. Shit. Fuck. Ring. Oké. Fuck. Echt. Hoe ze die hond gewoon echt doodstak. Jezus Christus. Kut. Oké. Shit. Oké. Ah, shit. Oké, dat ging fout. Oké. Dus voor volgende les, just don't kill the dog. Althans, niet op zo'n harde manier. Ik trok echt iedereen uit de omgeving aan. En ze zijn ook zo verdomd slim. Ze weten precies hoe ze me moeten omsingelen. De AI in deze game is echt verbluffend. Shit. Oh crap, 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 crap. There she is! Right in here! Fuck! Oh, that's not good. Gotcha! Kom maar op, jongens. I can do this all day. Ah, shit! Shit, shit, shit. Oké, dit gaat niet goed. Son of a... Gotcha! Oké. En hebben ze. En heb jou ook. Jezus.
Fuck. Hoeveel zijn er nog? Ik kan die niet blijven volhouden. Oké. Zo, ik heb ze allemaal in één kamer uitgeschakeld. Niet slecht. Dat kostte me de vorige keer echt een klopjacht door deze hele buurt. Oké, laten we kijken of we het bij pijl en boog kunnen houden. Heb eens. Oh shit. Echt, Ellie, die mag dan nu niet gefocust zijn op haar wraak, maar haar stijl van vechten. Het is bruter dan ik haar ooit heb zien doen. Shit. Shit, ze zijn overal. Dit pakken we subtiel aan. Katje. Man, dit is intens. Oké. Oké, dat is terug naar de open. Hoe ze ze afmaakt. Het is niet prettig. Het is echt vreselijk gewelddadig. Oké. Ik denk dat dit het wel was. Shit, dat was niet de bedoeling. Dat had ik stealth moeten doen. Oh Jesus, dat is wederom niet prettig. Son of a bitch. Oké, terugtrekken.
Oké, ik moet die eigenaars afmaken. Zonder hen kunnen die honden niet veel. Katje. Man, het is hier vergeven van die klootzakken. Het is echt letterlijk een warzone. En Tammy is hier levend doorgekomen. Hoe de fuck doet hij dat? Alright. Oh fuck, fuck, fuck. Here I come, asshole. Nice throw! Hebbes. Oh, shit. Ik voel me echt steeds niet lekker als ik dat doen moet. Ook al heb ik daar straks erover gesproken hoe het me niet veel doet. Gewoon hoe je dieren zo keihard daarop inhakt. It's kind of disturbing. Even hand door de tafel. Oké. Oké, deze sectie bewaren we voor de volgende keer. Ik zie dat het tijd is. Briljante part wat betreft spanning. Ook heel goede klein background verhaaltje over Boris en de cycle of violence en wraak. Echt een testament van hoe goed Naughty Dog is met game design. Ik hoop dat je hier ook heel erg van genoten hebben. En ik zie je de volgende keer bij het kanaal van Mace Stormtroopsizer met een nieuwe playthrough van The Last of Us Part 2. Goodbye, stay safe, wash your hands and live long and prosper.